Hallo, hoe is het weer daar? Alles goed? Children, ladies, old guys, old people, sick people here, waiting for Deze mensen kunnen ook niet wachten, maar deze mensen kunnen niet de mensenrechten halen in het land waar ze vandaan komen. Hier kunnen ze mensenrechten niet krijgen, maar ze kunnen ook door het Dublin-akkoord niet naar een ander land. Dus is het niet tijd dat er voor deze mensen ook een oplossing gaat komen die structureel wordt? We hebben één ding waar we aan werken, maar dat gaat deze mensen allemaal weer veel te lang duren, dat weet ik. Maar we gaan het buitenschuldcriterium herzien. Ja. Dat is niet onbelangrijk, want dat is eigenlijk uiteindelijk het enige op basis waarvan je, als je eigenlijk hier niet mag zijn op basis van het schijnbaar bevorderen met zelfbehouder, maar je kunt ook niet terug, om welke reden dan ook. Dan is er dus maar één oplossing en dat is via het buitenschuldcriterium. Is het ook niet een oplossing zoals bijvoorbeeld een collega van de PvdA Den Haag zegt, moet er niet een generaal pardon komen voor deze mensen, want deze mensen zitten hier al zo lang. Ik kan geen generaal pardon voorzien voor mensen die zo divers is. Wat deze mensen gemeen hebben is dat ze allemaal niet terug kunnen en dat ze hier al jaren zijn. En op een gegeven moment moet je dan ook dat zeggen... Dat laatste zou kunnen, dat hebben we vorige keer ook gedaan, maar dan moet je zeggen 10 jaar. Of zoiets. Niet allemaal. Jij weet net zo goed als ik, als je de jaartermijn niet op 10 zet, als je op 3 zet, dan is het einde. Dan is het einde. Nee, maar dat is waar, want het is een bepaalde groep die niet terug kan. Die in deze situatie zit. Het is ook een hele grote groep die op het moment dat je die regeling op deze manier opent, en er geen buitenschuldcriterium of zo komt, dan staan hier binnenkort 4000 mensen. Ik geef ze allemaal gelijk. Ik geef ze allemaal gelijk dat ze hier staan. Het gaat om een aantal duizend mensen. Maar wat is dat om de bevolking van Nederland? Ik denk dat zoveel mensen hier ook weggaan door het rechtse beleid wat er hier. Nee, zo werkt het niet. Dat denk ik wel. Kijk, het is niet. Die gaan de andere mensen weg dan dat er binnenkomen. Er moeten uiteindelijk. We hebben vluchtelingenwetgeving. Daar mag je niet mee marchanderen. Nee, maar die loopt vast. Die wetgeving loopt vast. Klopt. Want er wordt nu consequent worden mensen op straat gezet. En dat is onderdeel van het beleid. Precies. Hoe kan de PvdA zich dat buiten worden? Het buitenschuldcriterium. Want dat is eigenlijk het enige. Maar wat kan is het buitenschuldcriterium? Omdat dat het. We zijn het erover eens dat je niet aan de vluchtelingenwetgeving. Maar dan zouden er nog steeds redenen kunnen zijn waarom je hier wel mag blijven. De enige reden waarom dat is dat je niet terug kan. Als je wel terug kan, moet je ook terug. Maar deze mensen kunnen niet. Als we dat kunnen aantonen en we kunnen dat op een normale manier met elkaar afspraken over maken, is ook niet eenvoudig. Want het is niet dat eenvoudig. Het is makkelijk om te zeggen dat je niet terug kunt. Dus dan moet je dan wel redelijk strenge criteria, maar niet onmenselijk strenge criteria. Nou, dat is nu het buitenschuldcriterium is eigenlijk nauwelijks aan te voeren. Ja, daar gaan we naar kijken. Op een andere manier gaan we dat inrichten. En dan gaan we daar Nou, buitenschuld, mag ik even één heel kort even zeggen? Heb ik ook gevraagd, hè? Buitenschuld krijg je niet zo makkelijk. Is nu bijna onmogelijk. Gaan we opnieuw naar kijken. Ja, maar hoe ver wordt dat opgereikt? Dat er dan 10 mensen bij kunnen komen? Het gaat maar niet om de aantallen. Nee. Het gaat maar om de humane criteria. Ja, maar het is op een moment dat deze mensen zitten al jaren te wachten. Die staan op straat. Dan moet er direct gehandeld worden. Nee. Dan zou de politiek moeten zeggen, we doen hier iets aan. Want er zijn nu heel veel mensen die zijn teruggestuurd en die zijn weer terug naar Nederland gestuurd. Omdat die niet erkend worden. Er vangen mensen ook. Er wordt van alles gedaan. Ik kan niet als politicus elk geval zelf opvangen. Dat lukt niet. Dus we doen ons best om ervoor te zorgen dat er humaan beleid ontstaat. En een belangrijke sluipel op dit moment is buitenschuld. Met 950 en de strafbaarstelling van illegaliteit. Voor deze mensen toch geen moer uit. Nee, maar dat is het verschil. Maakt voor mensen heel veel uit. Dat is een criminalisering van vluchtelingen. Nee, is geen en waarom werkt de PvdA daar aan mee? Omdat we met elkaar afspraken hebben gemaakt waardoor er gisteren 800 kinderen met hun gezin hier mogen blijven. Ja? Die afspraak, daar ben ik heel trots op. Daar ben je heel trots op. Maar deze mensen die mogen dan verder lekker op straat blijven zitten? Nee, natuurlijk niet. En ik ga door om andere mensen daar... Je kan toch niet meer kinderpardon Ik werk elke dag. Ik koop niks af. Nee, maar zo klinkt het. Klinkt het zo? Klinkt 800 gezinnen zo? Afkopen? Ik vraag je over deze situatie. Klinkt dat als afkopen? Nee, luister. 800 gezinnen. Ik heb hier staan huilen op het plein om die 800 gezinnen. Ja? En daar heb ik voor gevochten. Ja. Elke dag opnieuw. Ja. En dan deze laat jongen, ik me niet zeggen. Deze jongen en voor deze jongen vecht ik ook. En voor deze jongen vecht ik ook.
Heb nou een beetje geduld, we werken eraan. Geduld, ja, mensen staan jaren op werk. Zet je er hard voor in. Kom op. Kijk, 950 van buiten schuld is ook niet. Dat is bijna geld. Geen man! Geen vrouw! Geen mensen in de gang! Geen man! Geen vrouw! Geen mensen in de gang! Geen man! Geen vrouw! Geen mensen in de gang! Geen man! Zat hier? Ja, joh. Ik kom maar bij de school. Ik kom maar bij de school.